Berga, die op het ijs in Noorwegen schaatst Kjeldnuis zo hard als hij kan. Hij rijdt achter een speciaal scherm, zodat hij geen last heeft van de wind. En je ziet het goed, hij gaat even hard als deze auto. En dan gaat hij met 103 kilometer over de finish. Ik vloog gewoon. Ik heb gewoon verstand op nul en doorgebeukt. Toen hij zei 92 heb ik alles gegeven. En gisteren was ik bij 88 al, ja, was het nekje eraf. En nu kon ik echt nog voor die punch gaan. En dat heeft het verschil gemaakt dat ik nu over die 100 ben gegaan. Hiermee heeft hij een nieuw wereldrecord. Het vorige record stond op 93 kilometer per uur. En dat was ook van hem. En 10 kilometer per uur harder is echt een heel groot verschil. Ook voor de manier hoe je schaatsen beweegt. Maar hoe dat nu van binnen voelt, ik ben de eerste die over de 100 heeft geschaat. Ik denk gewoon dik. Bizar. Dit voelt niet normaal.